gaat in kleine deelbegrotingen onder andere, in kamers. Worden alle onderdelen worden daar besproken. Is over het algemeen nooit zo heel spannend hè, in andere jaren. En dat heeft er vooral mee te maken dat alle ideeën in het voorjaar al geopperd zijn, uitgewerkt zijn. Meer mensen hebben er al over nagedacht. Maar het was inderdaad wel spannend, want er hangt een bepaald sfeertje in het stadhuis. Twee dossiers hebben we behandeld gisteravond die daar een voorbeeldje van zijn. Green Capital en de verkamering. Green Capital, Giselle Schellekens, ging zeg maar echt wel ja, een beetje zo gezegd, ging los op de wethouder. En ja, dat zie je niet zo heel vaak, dat het echt ook fel wordt in coalitiepartijen. Nee, nou goed, ja, zij heeft haar eigen manier van reageren. Dat zou mijn stijl niet zijn. Maar zij reageerde daar ook letterlijk op door te zeggen, mensen in een sociale huurwoning hebben wel andere zorgen dan duurzaamheid. En ik denk als je die insteek hebt als wethouder, dat je even goed nog even een keer de wijk in moet. Ik denk dat lang niet iedereen in een sociale huurwoning andere zorgen heeft. Zij refereert naar financiële zorgen. Ik denk dat lang niet iedereen die zorgen heeft. En dat er heel veel mensen in die 2/3 van de Nijmegenaren zitten, die wel degelijk hun huis willen verduurzamen. Die er degelijk wel hulp van de gemeente voor kunnen gebruiken. En door ze af te zetten in een hoek, door te zeggen, heb er geen grote verwachtingen van. Ze zijn sociale huurwoners. Ja, dat is wat mij betreft echt onacceptabel. En zo komen we er niet en zo zijn we absoluut niet. Wat mij betreft geen Green Capital van Europa, op die manier. Er waren eigenlijk twee coalitiepartijen die dat wat nu door het college is voorgelegd niet ondersteunen. Ze zeggen dat het een heel voorzichtig begin is om overlast van verkamering aan te pakken. Maar ze zijn allesbehalve nog tevreden. En Wendy Grutters had zelfs een idee om er flink wat geld mee te verdienen. Ik wil heel graag dat er gekeken wordt naar die illegale panden. De berekeningen zijn dat het ongeveer 700 panden tot 1500 panden zijn. Als je die alsnog in de vergunningcircuit meepakt, dan kun je daar ook in de brandveiligheid en in de zorg voor omwonenden goed naar kijken. En je kunt daar tussen de, nou wat was het, 500.000 en de 1,2 miljoen aan lesjegelden voor vragen. En daarmee dus die klachten weer, de kosten van de klachtenafhandeling weer ondersteunen. Ja, en het Hilkman dossier, dat is tot gisteravond was dat geheim. Dat gebeurt wel eens vaker op het moment dat er veel geld gemoeid is met het dossier. Hè? Bijvoorbeeld het NEC-stadion is ook zoiets. Maar Hilkman dus ook. Hilkman was geheim tot gisteravond. De raad heeft gisteren op verzoek van de burgemeester Hubert Bruls de stukken vrijgegeven. En ze zijn sinds gisteravond ook op het internet te vinden, op de site van de gemeente. Ja, iedereen is die nu aan het lezen natuurlijk. 1200 pagina's zijn er nu vrijgegeven. Naar verluid zijn het er veel meer. Maar ik denk dat dat in fases komt. Dat moeten wij zelf hier op de redactie natuurlijk ook nog doorworstelen. Wat in ieder geval wel al bekend is bij ons, is dat de familie Hilkman op korte termijn, zo kort mogelijke termijn, ook nog reageert. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.